Yo dames en heren, tot ziens jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Joy Works en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag hebben we het Eredivisie voetbalplaatjes boek 18, 2018 en 19. Alle trofeeën verzamelen. Alle toernooien verzamelen. Het is een nieuw actie van de Albert Heijn. En dan wil ik jullie graag meenemen in het boek van de AH plaatjes. Want al fan, ik ben niet zo fan van de Eredivisies. Ik vind Barcelona wel erg goed. Dan beginnen we dan natuurlijk bij ADO Den Haag. Want ADO Den Haag begint altijd met de voetbalplaatjes altijd. Tribunefoto, de trainer en nog een speler. En daarbij ook hier nog een speler, nog een speler en nog een speler. Dan gaan we door naar Ajax. Want vandaag bij Ajax heb ik eentje vandaag gekregen. En dat is niet deze. Maar dat is deze. Klaas-Jan Huntelaar. Dan gaan we door naar AZ. Want AZ is ook heel mooi. Met de tribunefoto. Met de tribunefoto en de trainer zelf. Dan gaan we door naar ook nog een stukje van AZ. Dan heb ik hier ook allemaal spelers daarvan. Dan gaan we door naar FC Emmen. Dan heb ik hier een tribunefoto. En de speler zelf daarvan. Ook zelf aan de achterkant. Een speler, nog een speler en dan daar twee spelers. Ja, dan gaan we door naar SBF Excelsior. Heb ik hier een speler natuurlijk daar tussen zitten. En hier hebben wij ook deze speler. Hier kun je goed zien volgens mij aan de titel volgens mij. Aan de titel en heb ik hier nog een speler. Heb ik hier Feyenoord. Heb ik de tribune. Tribune van de Feyenoord. En hier nog een speler van Feyenoord. En zelfs aan de achterkant heb ik hier. SRS heb ik hier. Deze heb ik ook van Jordi. En Jens en Michel. Volgens mij aan de achterkant had ik dat niet opstaan. Maar verder. En dan natuurlijk Fortuna. En dan heb ik hier alleen de trainer en een tribunefoto. Op de achterkant heb ik hier nummer 5 en nummer 9 van Fortuna. We komen bij de Graafschap. Heb ik alleen de tribunefoto en de keeper, de spelers. En aan de achterkant hebben we het alweer hetzelfde daarvan. Daar. Dan gaan we door naar FC Groningen. En daar heb ik wel zo'n sticker daarvan. Een plaatje. En hiervan nog een trainer. En hier heb ik alle spelers tussen staan van FC Groningen. Dan gaan we door naar Heerenveen. SC Heerenveen. Heb ik de keeper en een speler daarvan. Ook aan de achterkant heb ik hier ook nog een speler. Heb ik 4 spelers ook aan de achterkant zitten. Dan gaan we door naar Vitesse. Heracles of zoiets. Heracles. Heb ik hier alleen een tribunefoto daarvan. En 2 van die spelers. Maar aan de achterkant hetzelfde spelers. Dan gaan we door naar NAC. En dan heb ik alleen de keeper daarvan en 3 van de spelers. Oh nee, 4 van de spelers had ik daarvan. En dan gaan we door naar Pek Zwolle. Ja, Ron Jans was daar vroeger de trainer van Pek Zwolle. En dit is nu de trainer dan. En dan de 2 keepers. De 1 keeper en 2 spelers. En aan de achterkant hetzelfde ook. Allemaal 3 spelers. Jullie kunnen het al vast zien. Het is natuurlijk PSV. Heb ik natuurlijk
tribunefoto en natuurlijk de trainer. Op de achterkant heb ik hier drie spelers van PSV en het stadion. Ja, en dan komen we hier uit op FC Utrecht. Heb ik hier wel het logo van. Tribunefotootje natuurlijk altijd. Sorry, ik ben een beetje hoestig en zo dus. Een tribunefoto, de trainer en de twee spelers. En aan de achterkant heb ik 1, 2, 3, 4, 5 spelers. Gaan we door natuurlijk naar Vitesse. Daar moet ik alleen het logo nog van hebben. Dan heb ik hier de trainer alleen van. De trainer. Dus de trainer van Vitesse. En achter heb ik 1, 2, 3 van de spelers zelf. En dan gaan we door natuurlijk naar Venlo. Want heb ik daar de logo van Venlo. En dan heb ik hier als VV Venlo. Alleen één tribunefoto. Die moet ik hier nog hebben. En dan hier moet ik nog de spelers nog hebben. Aan de achterkant heb ik al wel wat spelers. Dus deze heb ik allemaal. Dus dan gaan we door natuurlijk naar Willem II. Dat Willem II, dat is, als je het goed kunt zien, de logo. En de tribunefoto van de linkerhelft. Nee, dat van de rechterhelft en de andere kant van de linkerhelft. Dus de trainer zelf daarvan. En dan nog bij een speler. Aan de achterkant zien jullie ook daar ook allemaal spelers op staan. En dan gaan we door naar het laatste. Natuurlijk de Nederlandse vrouwenelftal heb ik. Dan heb je natuurlijk de coach daarvan. Van Veenendaal. De kiepste. Van de Gracht. Van de Gracht. En dan gaan we door naar de achterkant. Daar heb ik hier Kika van Els. Dekker van de Don. En van Garnen of zoiets, dat weet ik ook niet. En aan deze kant heb ik eentje hiervan. Miedema. Nou, ik hoop dat jullie het hebben genoten. Abonneer op mijn kanaal. En doe vast een blauw duimpje omhoog. Wil je nog meer zien van mijn video's? Abonneer op mijn kanaal. En doe ook een blauw duimpje omhoog. Sorry dat ik twee keer zei. Dan heb ik de hoogte op mijn YouTube video's. En zie ik jullie later. Doei!